Ik ben Katrien. Ik heb de diagnose gekregen in 2017 van een grootcellig B-cellymfoom, maar een agressieve vorm. Enorm graag. Dus mijn grootste schrik was van zeer lang uit te zijn. Was ook mijn eerste vraag van hoe lang ga ik afwezig zijn? En het was vrij direct, bijna een jaar. Dus dan ben ik even wel vrij verschoot van oeh, dat zag ik niet zo goed zitten. Maar nu, de therapie is dan begonnen in oktober. 4 weken na mijn eerste constatatie. En dan is de laatste chemo gegeven geweest in januari. En dan nog 3 immunotherapies. Ik heb eigenlijk tijdens mijn behandeling weinig schrik gehad. Nee, dat is raar, hè. De eerste dag dat ik het ontdekte, dat wel, dan zag ik mijn leven eigenlijk in elkaar stuiten. Maar dan, de dag daarna heb ik gezegd, Cathy, je kunt 2 zaken doen. Je kunt val in je put blijven, of vaak kruipt het eruit. Ik ben eruit gekropen en heb ik gezegd, kom, blik vooruit, doorzetten. Maar kanker stopt niet met je behandeling, hè. Kanker is voor de rest van je leven. En dat wist ik. Want ja, ik heb mijn moeder gehad die daar inderdaad aan overleden is. Dus, en ze heeft altijd maar kop in het zand gezeten. En dat wil ik zeker niet doen. Snel, zelfs tijdens mijn therapie, begin ik kini volgen. Revalidatiekini, dus ik zat nog in mijn chemo. Omdat ik eigenlijk heel belangrijk vind van actief te blijven. Ik heb ook geluk gehad dat ik tijdens mijn chemo ook actief kunnen blijven ben. Ik heb mij eigenlijk nooit moeten zeggen van vandaag kan ik dat niet doen of dat niet doen. Ik heb dat eigenlijk altijd gekund. En dan, ondertussen had ik dus gehoord van Back on Track. Want ik was dan ook gestart met mindfulness. En de persoon die mindfulness gaf, die gaf ook bij Back on Track mindfulness. En die vroeg als ik niet geïnteresseerd was. En omdat mijn kini dus ging stoppen, dacht ik dat is ideaal om dan verder mijn fysiek op te bouwen. Voor mij was die fysieke uitdaging wel heel belangrijk. Dus die werken naar die 10 kilometer. Ik vond contact met de groep ook absoluut een pluspunt. En gehoord ook ervaringen van mensen die kanker gehad hebben. Maar het voordeel van die groep is dat dat allemaal mensen zijn die eigenlijk hetzelfde doel hebben. Dus het zijn geen mensen die bij de pakken blijven zitten. Want mensen die bij de pakken blijven zitten, die gaan misschien ook niet naar Back on Track gaan. Dus eigenlijk heb je eigenlijk al een beetje hetzelfde niveau. In bepaalde zin natuurlijk. Iedereen kan hetzelfde doen. Maar hetzelfde streven en hetzelfde willen van ik wil hieruit en ik wil er terug staan. En dat vind ik het.